is een frustratie. Het is veel te vol. Ik weet gewoon niet meer waar ik moet beginnen. De grootste woonfrustratie is eigenlijk de woonkamer. Het is gewoon echt heel klein. En dat is soms best lastig, want je wil graag vrienden uitnodigen. En vaak gaan we dan toch buiten de deur afspreken, omdat we toch het niet aandurven om mensen hier binnen uit te nodigen. Nou, dat gaat wel lekker makkelijk. We sporten veel, dus daarom hebben we ook veel was, iedere dag. En als we dat een beetje goed willen ophangen, dan doen we dat hier aan de deur in de huiskamer. Want in de slaapkamer is er geen ruimte voor. Nou, dan gaan we nu door naar onze kledingkast / keukenkast. Ja, hij staat hier in de woonkamer omdat de slaapkamer gewoon heel klein is. Naast kleding hebben we ook de teppanyaki pan, de rijststomer en onze wasmand onderin gezet. Ja, en daarnaast is het gewoon best wel niet zo'n mooie kast eigenlijk. Nou, hij is gewoon lelijk. Ja, als andere mensen binnenkomen, dan zeggen ze, oh wat een leuke plek, leuke locatie. En dan denk ik, ja, dat is inderdaad een hele leuke plek om te wonen. Maar ik zie zelf niet meer hoe ik het mooier kan maken. Of hoe ik het meer in geheel kan maken. Nu is alles tegen de muur aangeduwd. Terwijl je eigenlijk, we zouden veel meer de hoogte willen gebruiken. Dat je gewoon effectievere opbergruimte creëert. Maar ik weet zelf niet hoe ik dat moet doen. En ik ben daar ook niet creatief genoeg voor om dat te bedenken. Ja, dat klopt wel. Sorry. Ik vind het zo spannend. Ik hoop dat ze echt gewoon veel meer ruimte hebben gecreëerd. En gewoon ook op meer gezelligheid. Ik vind het nu af en toe, moest ik me een beetje schamen hoe de huiskamer eruit zag. En jij, wat zou jij willen? Nou, ik zou het wel leuk vinden als vrienden gewoon kunnen blijven slapen. Hè? Dat ze ons bellen van, hey, ik moet in Amsterdam zijn, kan ik bij jullie blijven crashen? Dat wij kunnen zeggen van, ja prima, blijf maar gewoon lekker slapen. We hebben genoeg ruimte. Ja, ik ben wel spannend hoor. Ja, dat is ook wel leuk. Oh, man. Evelien, ja? Ik denk dat ik het heb gevonden. Een wasrij. Tada. Kijk, oprechtruimte, zie je? Wat denk je? Kunnen we onze logees hier laten slapen? Ik weet niet of ik zelf kan slapen. Je gaat de hele familie aan zitten hoor. Zeker weten. Hey, wauw! Super! Zitten al jullie spullen nu daarin? Ja. Ik verbaas me over hoe ruim en hoe licht het al is. Ja, is. Nu kunnen jullie blijven eten. Dat is alles. Eindelijk. Superleuk, jongens. Heel mooi. Nou, zoals je ziet, wordt al flink gebruik gemaakt van onze nieuwe slaapbank. Chipje. Oeh, lekker. Dames, laat rusten. Slaap lekker. Tot rusten. Veel plezier. Doei.